Hogeschool Arnhem-Nijmegen, oftewel de HAN, organiseert vandaag en morgen introductiedagen. De belangstelling is groot dit jaar. Vandaag maken de studenten kennis met de campus, morgen met de stad. Wij maakten een reportage. Ik sta hier bij de stand van de Jonge Democraten. Wat doen jullie op deze introductiedag? Wij laten de nieuwe studenten kennis maken met onze vereniging. Wij organiseren namelijk iedere week activiteiten. En landelijk hebben we congressen en uitwisselingen met het buitenland. En we proberen nieuwe studenten te werven voor onze vereniging. Kijken of ze interesse hebben voor politiek. Of ze ook langs willen komen. En wat zouden die studenten allemaal kunnen doen? Nou, we organiseren iedere week een borrel of een lezing, een debat die te maken heeft met politiek. Binnenkort gaan we op uitwisseling met Polen. Dus dat zijn allemaal dingen die ze kunnen doen bij de Jonge Democraten. We zijn hier net van start gegaan. Verwachten jullie veel mensen hier aan de stand? Verwachten we wel, maar op het moment is het nog even rustig. Maar we hebben een heel leuk ballengooispel. Kan iedereen de frustratie afreageren op de politiek? En, kijk, voorbeeld. Dan hopen we dat mensen dat wel leuk vinden om te doen. Femke, je bent een van de organisatoren hier op de HAN en aan de oriëntatiedagen. Hoe verloopt het tot nu toe? Hartstikke goed, we zijn heel erg blij. We hebben natuurlijk prachtig weer. We hebben een enorme hoge opkomst. Hier in Arnhem, maar in Nijmegen ook is de opkomst erg groot. Dus we zijn blij. En voor wie is nou precies deze dag bedoeld? Deze dag is bedoeld voor alle eerstejaars nieuwe studenten. En die leren kennis maken met de HAN brede activiteiten. Dus naast de studieonderdelen leren ze ook wat de HAN nog meer te bieden heeft. En naast de HAN ook de omgeving, dus wat Arnhem te bieden heeft. Wat voor richtingen kun je eigenlijk allemaal volgen bij de HAN? Oeh, dat is een hele goede vraag. We hebben... Autotechniek? Autotechniek hebben we hier in Arnhem. We hebben Pabo in Arnhem. We hebben de FEM in Arnhem. Dat is de oude HAO, zeg maar. We hebben de ICA, de Informatica Academie. Dat is een beetje grofweg de instituten die we in Arnhem hebben. En die zijn natuurlijk weer onderverdeeld in allerlei opleidingen. Dus dat zijn er heel wat. Er staan hier allerlei stands van, ook bijvoorbeeld een sportbedrijf, de Rabobank staat hier. ABN. Piep, de ABN. Wat doen deze mensen precies? Deze mensen die laten vandaag zien dat ze onderdeel zijn van Arnhem. En dat ze interessant kunnen zijn voor de nieuwe student die in Arnhem gaat studeren. Dus zowel de nieuwe student heeft vaak een eerste eigen rekening nodig. Of een eerste rekening die voldoet aan de eisen om, als je voor het eerst op jezelf gaat wonen. Politieke partijen waar ze lid van kunnen worden. Verenigingen waar ze lid van kunnen worden. Wat er allemaal binnen de HAN nog is buiten hun studie om. Zoals sportcentrum, noem het allemaal maar op. Vandaag dus de campus. Ja. Dat duurt wel eventjes een paar uur. Morgen, wat gaat er dan gebeuren? Morgen hebben we de staddag, dus dan is het iets meer gericht op wat de stad Arnhem te bieden heeft. Dan starten we in het stadhuis met een ontbijt. Wordt ook geopend door een directeur van de HAN, wethouder van Economische Zaken is erbij. En dan gaan ze uiteindelijk door de hele stad kennis maken met de stad Arnhem. En tot slot, wanneer gaan al deze studenten nou echt naar school? Wanneer is het echt begonnen? Maandag. Maandag, dus vandaag en morgen nog en vrijdag hebben sommigen nog. We eindigen overigens morgen met een heel groot feest. In Nijmegen is dat in de vereniging in Arnhem en Luxor Live. En dan mogen ze even nog naar huis, kleren wassen, uitslapen en maandag volle bak aan de studie.